Er is weer rust in Albina. Zo stelde Brunswijk in een video geplaatst op sociale media. Brunswijk zegt dat de regering de afgelopen dagen de opdracht heeft gegeven om de situatie op te lossen. De Albina-kwestie betreft het constant uitvallen van energie en water in het district. Als gevolg hiervan werd de weg nabij het Marwina ziekenhuis op maandag 9 september gebarricadeerd. Brunswijk zegt dat het grootste probleem in het gebied momenteel bij de EBS ligt, waarvan één van de machines al gereed is. En EBS, eigenlijk nam ook een probleem in de bezig. En dan gaan we nog bouwen van de machine zeker, dat de stroom nou goed is. Dus dan gaan we nog de wifi-kassen aan doen. Wel, ik betreur dat die als een wakker is, want ik denk dat ik een actievoerder voor mij kan lopen uit de hand. Maar je weet dat ik een beetje een alles wat van je passa. Dat je een beetje een handsbal maar dat is een beetje een beetje een beetje een actie hori en nono een rust komt bij een albina. Brunswijk roept de bevolking op om zich in het vervolg te houden aan een vreedzame actie en een professionele aanpak.